De heer Van Houwelingen, excuus. Oh, ja. En dan mevrouw Eigma, gaat u gang. Ja, dank u voorzitter. De VVD is nou ineens heel kritisch op de deal die Siewert heeft gesloten. Ze zijn natuurlijk allemaal heel kritisch over. Maar waarom heeft de VVD er de afgelopen jaar eigenlijk niks aan gedaan om VWS onder verscherpt financieel toezicht te plaatsen? We hebben daar moties voor ingediend, die heeft de VVD niet gesteund. We zijn ook heel kritisch geweest bijvoorbeeld op dat LCA. Het is al een paar keer te sprake gekomen. Ook daar heeft de VVD, heb ik de VVD niet gezien. Dus wat heeft de VVD nou gedaan het afgelopen jaar, toen al die misstanden speelden, om de touwtjes aan te trekken? En waarom heeft hij al de moties die dat beoogden, heeft hij dat niet gesteund? Mevrouw Thiele. Nou, volgens mij is de VVD voortdurend kritisch geweest op alles wat is gebeurd, met name tijdens de coronacrisis. Wat er financieel is gebeurd, wat er procedureel is gebeurd. Tegelijkertijd vindt de VVD het ook wel fair om gewoon realistisch en vooruit te kijken. Dus dat de VVD de moties van meneer Van Houwelingen niet heeft gesteund, is waarschijnlijk omdat we die gewoon niet sterk genoeg vonden om situaties te verbeteren. De heer Van Houwelingen. Oké, okay, heeft net bijvoorbeeld kritiek op het Deloitte-onderzoek. Ik ga één voorbeeld nu geven. We hebben ook kritiek op. En wij kwamen met een motie heel concreet vorig jaar om de Algemene Rekenkamer dat onderzoek te laten doen. Waar wij ook als Kamer staan op gelijke hoogte veel meer controle over zouden kunnen hebben. En dat heeft de VVD weggestemd. Dus waarom heeft hij dat dan bijvoorbeeld weggestemd? Zelfs zo'n motie. Mevrouw Thiele. Ik heb geen kritiek op het Deloitte-onderzoek, want dat kan ik nog helemaal niet hebben, want dat heb ik nog niet gezien. Dus ik weet niet waar meneer Van Houwelingen die citering naar verwijst. Heer Van Houwelingen. Ik verwijs natuurlijk, u was ook bij gisteren, is een verslag geweest in een technische briefing. Dat zegt u net, daar waren we allemaal heel erg teleurgesteld over. We hebben natuurlijk geen controle over dat onderzoek. VWS is de opdrachtgever. En met de Algemene Rekenkamer hadden we waarschijnlijk vaker briefjes kunnen krijgen, hadden we meer controle over gehad, heeft ook meer bevoegdheden de Algemene Rekenkamer. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Het is me volkomen onduidelijk waarom het lijkt wel alsof de VVD dus eigenlijk VWS indirect in bescherming neemt. Mevrouw Thiele. Nou, die suggestie, sorry voor het onparlementaire woordgebruik, voorzitter, maar slaat natuurlijk nergens op. Punt 1 gaat meneer Van Houwelingen weer dingen zeggen die ik zag gezegd hebben, die ik niet gezegd heb. Het Deloitte-onderzoek loopt. Het zijn onafhankelijke, forensische accountants. Daar zit kennis, zeg maar, om de hele bak aan informatie die er is rondom de mondkapjesdeal op een rijtje te kunnen zetten en te wegen. Ik heb vertrouwen in dat dat heel veel op gaat leveren. Waar ik kritiek op heb, is dat het 5 keer is uitgesteld. Maar daar heb ik vragen over gesteld aan minister Helder. Dus meneer Van Houwelingen en ik verschillen denk ik inhoudelijk niet van mening over het feit dat het heel belangrijk is dat de waarheidsvinding is, dat feiten op een rij komen en dat we op basis daarvan conclusies kunnen trekken. Alleen de methode, kennelijk verschillen we daarvan van mening over, maar volgens mij is dat niet zo'n groot probleem.